Ik heb FC Twente gekozen omdat ik het beste gevoel had hier. Ik heb goede gesprekken gevoerd met de trainer. En ja, die gaf mij het beste gevoel, daarom heb ik hiervoor gekozen. En waar kwam het beste gevoel vandaan? Ja, hij sprak veel vertrouwen in me uit. Hij wist veel over mijn verleden, ook de andere stafleden. En daarom dacht ik van ja, dit zou de beste keuze zijn voor mij. Als ik het goed heb, dan ben je een paar weken geleden hier al geweest bij de wedstrijd tegen Roda JC. Ja. En wat was je indruk? Ik had een goede indruk gekregen van de club. Het voetbal beviel me wel. We spelen voetballend, aanvallend. En ik ben een middenvelder. Toen ik de middenvelder zag spelen, dacht ik wel van ja, hier zie ik mezelf wel spelen. Dus ja. Waarom dacht je dat? Omdat ze voetballend veel aan de bal komen, krijgen tijd en ruimte, spelen veel vooruit. Waar let je dan op als je zo'n eerste keer bij een club komt waar je misschien wel gaat voetballen? Ja, eerst natuurlijk de sfeer van de fans. Dat beviel me ook. Leuke fans. Nog een keer. En dan, ja, dan ga je zelf naar het voetbal kijken hoe de club speelt. En ja, dat is ook wel goede dingen. Je bent op vrij jonge leeftijd ben je vertrokken van Nederland naar Engeland. Hoe kijk je daarop terug? Ja, het was wel positief. Want ik heb als speler zelf veel geleerd. Ik ben ook als mens volwassener geworden. Dus ik heb zeker geen spijt van gekregen. En ja, voetballend sterker geworden. Fysiek ook. Dus ja, positief ook. Waarom heb je er toen voor gekozen om op zo'n jonge leeftijd naar het buitenland te gaan? Ik dacht toen op dat moment dat het best was voor mijn ontwikkeling. Om als speler ook beter te worden. Maar het is ook zo gebleken. Maar jammer genoeg ben ik niet in de eerste fase nog gekomen. Dus daarom heb ik nu ervoor gekozen om terug naar Nederland te komen. Om me verder te ontwikkelen bij FC Twente. Hoe kijk je terug op je tijd daar? Wat is dat voor club? Arsenal is een prachtige club, ja. Ja, ik heb veel geleerd daar. Veel gezien ook. Yes. We hebben vorig jaar hier ook Luc Castagnos binnengehaald bij FC Twente. Die heeft een jaar bij Inter Milaan gezeten. Weinig gespeeld, maar wel getraind met hele grote spelers. Ja. Er zijn spelers die zeggen, daar word je beter van. Er zijn ook spelers die zeggen, nee, je moet zelf spelen om beter te worden. Ja. Wat vind jij? Ja, door de trainingen met zulke spelers word je ook beter. Ja. Als je dat elke dag doet met zulke grote spelers, ja, dan word je vanzelf een betere speler. Maar uiteindelijk gaat het ook om jezelf, om je te laten zien in wedstrijden. Dus ja, dat gebeurde niet bij Arsenal. Daarom heb ik ervoor gekozen om hierin te komen. Waren er meer clubs die jou volgden? Ja, Anderlecht en PSV waren concreet. Maar daar had ik ook een goed gevoel bij, maar niet zoals bij Twente. Want de trainer gaf me ook de doorslag om hiervoor te kiezen. Want wat is dan het verschil tussen bijvoorbeeld PSV en FC Twente? Wat maakt dan het verschil met die trainers? Ja, Alfred Schreuder wist meer over mijn verleden, eigenlijk alles. En dat gaf mij het beste gevoel om hiervoor te kiezen. Golden Player prijs gewonnen daar, beste speler. Ken je ook al wat spelers bij FC Twente, waar je in het verleden al contact mee hebt gehad? Ja, maar niet zoveel. Alleen Quincy Promes, Luc Castagnos en Jason Carra. En wat wisten zij te vertellen over FC Twente, waar je wat aan had? Ja, dat het een liefdevolle club is. Binnen de club is net als een familie. Ja, voor de rest heb ik niet echt veel meer gesproken. Maar... Zijn dat aspecten die belangrijk voor je zijn? Ja, zeker. En wat zijn je verwachtingen voor de komende jaren? Twente is een club die altijd meedoet om het kampioenschap. Dus volgend seizoen moet dat ook weer zo zijn. Ja, en ik wil als speler zelf groeien, betere speler worden.